Over een kleine 3 weken zitten we weer met z'n allen aan de oliebollen om het nieuwe jaar in te luiden. De een haalt ze in de supermarkt en de ander staat een uur in de rij voor de gebakraam. Maar 1 ding is zeker, voor de lekkerste bollen moet je in Elst zijn. De oliebollen van Bianca, die stevast op het Europaplein te vinden is, zijn onlangs voor de 10e keer uitgeroepen tot de lekkerste oliebollen van Gelderland. Bianca Hagman loopt er dit jaar weer met de winst vandoor. Zij verkoopt namelijk de lekkerste oliebollen van Gelderland. Dit werd bekend nadat het Nederlandse Bakkerijcentrum in Wageningen haar oliebollen goud beoordeelde. Dit jaar is voor Bianca extra speciaal. Zo is dit de 10e keer op rij dat ze goud heeft gekregen met haar oliebollen. Trots, heel trots. Ja, we hebben 10 keer goud gekregen van het Nederlands Bakkerijcentrum in Wageningen. En daar zijn de keurmeesters blijkbaar tevreden over mijn producten. Ik heb een klantenkring, welke elke oliebollenkraam heeft natuurlijk. Maar ja, ze vinden mijn oliebollen wel heel erg lekker. En ze komen van heinde komen ze mijn oliebollen halen. Om goud te krijgen moet je aan een aantal punten voldoen. Zo zijn er 7 verschillende kenmerken waar de oliebollen op getest worden. Even uit mijn hoofd, de vorm, de kleur, de eigenschappen, de smaak, de vetpercentage. Ja, nog 1 geloof ik, maar ik weet het zo even niet uit mijn hoofd. Maar daar wordt het op gekeurd, door de keurmeesters natuurlijk. Bianca werkt hard aan haar producten en steekt er veel liefde in. En dat is te zien. Ondanks dat ze de afgelopen 9 jaar al goud had binnengehaald, bleef het dit jaar weer spannend voor haar. Het is nooit te verwachten, hè? Het is altijd afwachten. Hè? Dat is net zoals je een examen op school maakt. Dan weet je ook niet van tevoren of je slaagt ja of nee. En je weet dat je goed product verkoopt, omdat ik al 9 jaar op elkaar heb. Maar het is elk jaar nog toch een spanning wat je krijgt, zeg maar. Dat oliebollenkraam Bon Appetit een fantastische kwaliteit aan oliebollen verkoopt, is al duidelijk. Maar wat de toekomst zal brengen, weet Bianca nog niet. Dat weet je nu nog niet, hè. We zitten nog in 2024 en we moeten dit eerst nog afmaken. En dan volgend jaar krijgen we weer andere ideeën en dan gaan we weer wat anders verzinnen. Dus zo blijven we wel natuurlijk bezig. Het wordt wel eens iets aangepast, ligt aan de oosten, hoe de oost is en dergelijke. Maar in principe willen we niet te veel aanpassen. Wat goed is, is goed, hè. Met de 10e gouden onderscheiding op rij zal het recept steengoed zijn. Maar wat het nou precies inhoudt, zal altijd een geheim blijven. Ja, dat kunnen we dus niet vertellen, anders heet het geen geheim. Maar ik denk dat we gewoon een goed recept hebben. En ik denk dat hij heel lekker weghap, een goede smaak heeft en niet te vet is. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is voor de meeste mensen.